Hallo Big Legion en welkom bij een nieuwe part van Ori and the Blind Forest. Wij gaan, ouw motherfucker, we gaan dit ding kapot maken, doodmaken, was eigenlijk wat ik wil zeggen. Alleen ik ben iets te veel aan het chargen, waardoor het een klein beetje misgaat. Maar we komen er wel. Ooit. We weten sowieso waar we naartoe moeten natuurlijk. Als we er ooit komen. En dit is echt moeilijker dan het lijkt. Trust me. Dit is echt... echt niet zo heel makkelijk. Het kan er wel heel makkelijk uitzien. Maar het is zeker niet makkelijk. Allright, we gaan gewoon even door. We moeten sowieso... die dingen hebben namelijk. Yep. Overduidelijk. Oh. Oh, motherfucker. You got to be fucking kidding me. Nee! Oh. Ebba. Ebba. Nee, motherfuckers. Ah ja, we waren al iets verder, maar we moeten er echt snel rennen volgens mij. Die fucking game. Dat is echt niet lief. Maar wat we nou gaan doen is gewoon... Oh, nice trouwens. Deadly Dash. Maar weer een achievement. Kijk, nou was ik ook al bang voor. Je kunt dus ook die platformen daar kapot maken. Dat is iets waar we natuurlijk niet op zitten te wachten. Dus we gaan heel snel, want we hebben die fucking lasers hier. Dus we moeten belachelijk snel rennen. Oh. Nee. Goh. Please save me. Oh. Rennen. Oh, Jesus Christ. Mag ik opslaan? Halleluja. Alright. We gaan zijn licht weer gebruiken om die shit naar beneden te halen. Oh, dat was echt hectisch. Fucking hectisch. Maar we hebben het gehaald. Ik ben blij. Ik ben blij en tevreden. Het is eindelijk gelukt. dan moeten we alleen maar helemaal naar beneden. Yay. Dat is iets waar iedereen op zat te wachten. Sowieso, vooral met die... Uh-oh. Fucking laser beams of death hier. Vlieg! Val! Vlieg! Au, spikes! Au, nog meer spikes! Au, nog meer spikes! Volgens mij komen we hier gewoon niet meer bij. We moeten toch gewoon... eventueel weg kunnen, lijkt me. Of is die game echt zo gemeen? Dat zou ook kunnen natuurlijk. Oeh, zo lucky, zo lucky. Holla, holla. Zo lucky. Vlieg. Klim. Dank u. We made it. Yes. Gaan we opslaan. Voordat alles ontploft. We gaan weer naar de overkant. We werken het heel mooi af. De hele tijd. Hup, 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 hup. Heen en weer. Zoals een beer. Deze gaat ook erg gezellig worden, zo te zien. Fucking great. Zit ook echt op te wachten. Niet echt dus. Of als je mijn sarcasme nog niet bespeurde. Ik zit er dus niet op te wachten. Zo. We zijn er. Gaan we hier ook even die dude killen. Als die beste meneer dood is. Oh. Hij gaat gewoon naar de andere kant toe, slimy bitch. Mooi. Gaan we nou even opslaan. Oké, dat zijn alleen spikes. Ik denk misschien is het een secret, maar dat viel ze nog wel tegen. Oké, okay, we survived. Voor een deel dan toch. Lekker, lekker. Van Latte. Nee, helemaal niet lekker van Lassie trouwens. Oh, for fuck's sakes. Kunnen we nou echt niet landen? Waar de fuck moet ik heen?
Ik neem aan hier langs. En dan niet gecharged deze keer. Maar gewoon overspringen. Ja. Op die manier, ja. En dan heel snel die dude naar je. Staff! Dank u. Gaan we even opslaan. Voordat dit misgaat. Het ging wel in één keer goed. Maar ja, you never know. Helemaal niet met deze lekkere weerwaar en... oh, motherfucker. En allerlei kleine dingen. Wat moeten we hier doen? Oh, kut. Dat was verneukt. Oké. Okay. Oh, wauw. Nou, auw. Auw. Oeh. Uppe, uppe. Auw. 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 Godverdomme. Dat ging echt nog maar net goed. Oh, for fuck's sake. Wat? Waarom grabt hij eraan ook? Waarom ging het net wel goed in één keer? Nou, niet meer. Damn. Ga jij als dood, ja, jongen. Van de biatch. Oh, waarom game? Welk idioot bedenkt dat ik daar wil gaan chargen? Oké, we hebben onze HP weer een beetje terug. Klaar een beetje maar. Oh ja, we gaan dus allereerst... Oh, oh. Aan deze kant. En zo gauw ze er dus overheen zijn, moeten we naar deze kant. En dan moeten we hier weer naar deze kant. En hier weer naar deze kant. Kijk aan, kijk aan. Skills op en top. Dan gaan we even saven. Hier overheen rennen, want anders hebben we de lul. Hebben we geleerd. We gaan hier heel snel. Au, au, au. Ik weet niet wat ons allemaal nakt eigenlijk. Maar... Ah, oh, ik weet wel wat ons nakt. Die fucking ondergrond natuurlijk. Daar had ik nooit aan gedacht. Waarom ga ik hier niet langs? Goeie vraag eigenlijk. Waarom ga ik hier niet langs? Volgens mij boeit het vrij weinig, toch? Oh ja, dat boeit wel. Zouden we hier tussendoor kunnen glitchen? Nope. We moeten via hier. Oké, okay, maakt het op zich ook niet uit. Zolang we oud kunnen boosten en dingen doen, is het allemaal prima eigenlijk. Oké, okay, aan de kant, aan de kant, aan de kant. We moeten blijven springen, blijven springen. Hebben we geleerd. Blijven springen hier en alles komt zo goed als het maar kan. Oh fuck, niet op die fucking spike staan, jongen. Mingle. Oké, okay, dat blok naar beneden. Dat er nog weer verder naar beneden. Even rekindle. Zodat we het hebben opgeslagen. Mooi. Weer een deur open. Nou zie je alleen nog één ding. En dat is hier aan de rechterkant. Die hadden we net al gezien. Alleen konden we toen nog niet langs omdat er lava was. En ik ben nu een beetje de lul hier midden in. Ben ik bang. Huh. Valt mee. Ah, oh, motherfucker. Motherfucker. Hey, opslaan. Wauw. 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 Wauw, oké, okay, die spikes doen zoveel damage dat dit dus in één keer goed moet gaan. Anders hebben we de lul. En dan moeten we hier ook nog niet doodgaan. Helemaal iets waar we op zitten te wachten. Al wel, dat boeit me niet zoveel. Zolang ik met dood gaat, dat ging niet. Zouden we daar in één keer naartoe kunnen? Oh, jawel, dat kunnen wij. Oh, motherfucker. Is die bitch nou nog niet dood? Wauw. Oh! We gaan nog mee. Oké, ik ga even opslaan. En dan wel voorbij rennen. Dus heel boeiend is het niet. Maar voor de zekerheid. Want die game, die night ons continu. Oké, dan gaan we naar beneden. Zijn twee portals zelfs. Blijkbaar. Denk ik niet eigenlijk, maar... Zullen we zien. Dan hebben we hier nog beneden. Zullen we eens even vliegen?
au, en toen doodgaan. Zo fijn, je moet echt even HP hebben. Dus vandaar dat ik nog een keer ga opslaan. En we kunnen eigenlijk daar naar boven toe als we willen. Volgens mij. Niet via die gewone dingen eigenlijk, dat is wel jammer. Ah, hier is alleen een HP-ding. Oké, dan gaan we hier wel naar beneden natuurlijk. Naar de deur toe. Bam. Eens even kijken wat hier aan de hand is. Oké, dat is ook een lange. Nou, we hebben alleen dat nog en hier naar beneden. Dus we zijn er bijna. Dus dat is mooi. Oké, dat ding kan niet kapot. Weer wat geleerd. En dat ding gaat wel kapot. Zolang ze maar op blijven rachen. Met mijn lood. We moeten sowieso over die grote staven heen. Anders zijn we de lul. Oké, even opslaan. Die zijn voor de weg terug. Want we kunnen hier makkelijk langs zonder die dingen namelijk. Staat in dat voor de weg terug naar huis waar die nodig zijn. Mooi. Deze was vrij simpel op zich, voor een deel dan toch? Oh oh. Never mind! Never mind, ik had niet zo vroeg moeten spreken. Holy crap! Rennen, rennen, rennen voor je leven, fun! La 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 la. Hoe de fuck kom ik hier naar boven? Hoe de fuck kom. Ah ja, tuurlijk. We hebben die boost jump, die vergeet ik nog altijd. Ik vergeet die boost jump altijd. Ho, 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 ho! Merry Christmas. Yes! En nou moeten we naar beneden, want dit pad is nou open. Ho, dat was echt. Dat was wel een avontuur eigenlijk. Jesus Christ. Dat was extremer dan ik had verwacht. Oké, oeh. Ah, fucking laser beam. We gaan. Oh, kut. Dat denk ik is te vroeg. We gaan hier wel doorheen, maar we gaan niet dat ding aanraken. Waarom niet? Omdat we die HP zo meteen waarschijnlijk kunnen gebruiken. Als ik zo bekijk. We gaan eerst even deze dude killen. Als het er maar ligt, tenminste. Mooi. Gaan we hier even opslaan. Oké, ik sla veel op dit moment. Maar dat komt voornamelijk omdat we hier dus zo meteen langs moeten. Dit is heel eng enzovoort enzovoort. En ik wil niet dood. En nou kunnen we gewoon tenminste doorrennen zonder gekloot. En ja. En we blijven. We moeten hier allereerst even een keer springen. Au. Ik probeer een. Dat te doen. Dat was wat ik zocht. Dat was namelijk de super jump boost. Dinges. En nu? Stopt dat ding? Oh wow, het hele lava niveau daalt. Stijgt toch niet? Jongje, of de berg stijgt. Dat kan ook. Ja. Vooral twee kanten, weet je nog. Oh, dat ding is nou extra boos geworden. Neem aan dat hier een save point in zit van de game zelf eigenlijk. Uh-oh. Dan komen we nou achter, yep. Oh, dat was echt net een beetje verkeerde timing. Wat? Ik. Oké, het zal wel. Oh, dat moet te halen zijn in één keer als we fucking snel springen. Oh wow, we zijn al te snel zelfs. You serious? Nou worden we daar altijd geraped? You fucking serious game. Au, 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 au. Au, 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 au. Oh, dat is zo. For fuck's sakes. Game door lef. Game door de lef.
Oké, we hebben de HP erbij. Plop. En we opnieuw opslaan, want we gaan natuurlijk niet alles opnieuw doen. Fuck daar ook. En we gaan naar boven. Kablam. Zoals ik zei, het komt allemaal wel goed. Nou, alleen nog naar de rechterkant toe. En hier dus nog naar beneden. Dit is helemaal het begin trouwens. Voor de mensen die het door hadden. Kijk, want hier kunnen we nog niet heel veel doen. Hoor. Het is echt niet dat we het einde van de wereld hebben gevonden. Maar we hebben wel een ability point gevonden. Dus dat is wel iets natuurlijk. Niet dat we er ook maar iets mee kunnen, want we hebben gewoon geen plek voor een ability point. Nou, dat is een ander verhaal. We moeten sowieso nog wel even wachten. Totdat de andere kant van de lava rommel ook net ding is. Oké, nou hebben we wel een lichtelijk probleem. Goed te zien. Want hoe de fuck komen we boven? Ik zou zeggen, normaal zou ik zeggen spring, maar... En zo kwamen, zo kwamen we de eerste keer er ook wel op, maar nou werkt het gewoon niet zo goed. Oprotten. Ja, opslaan. Oké, de laatste deur gaan we in. Denk ik tenminste. Lijkt mij de laatste deur. Even kijken, jij bent een boos... Oh, voor fuck's sake, jij bent een laserkring. Oké, slaan we hier ook even op. Dan hebben we ook gelijk onze volledige HP. Rennen voor ons leven. Oké, zingen, dat ging niet helemaal goed. Rennen voor ons leventje, wou ik zeggen. Het was niet eens zingen te noemen, maar... Oh, motherfuckers. Hoe de fuck... Ah, oké, laat maar. We moeten hier superveel boosten. En ik drukte nog steeds al op W, maar omdat ik hier al W had geactiveerd, kende hij de tweede W niet meer. Wauw, die fucking lasers. Zo OP, zo OP. En ik spring iets te veel in de spikes hier. Oh, dit is echt... We hebben echt de hectischste, de kutste dingen voor het laatst bewaard, hoor. Goed bezig. En daar sprong ik niet. Oh ja, opslaan. Goeie vraag. Hoe de fuck kom ik hier voorbij? Oh ja, dat is niet zo moeilijk. Oh mijn god. Ik daar niet eerder aan had gedacht. Oh kijk, we kunnen er nou onderdoor lopen. Zo revolutionair. Dacht. Auw, en dan gingen we zelf dood omdat we erin stonden. Dat was onhandig. Oké, dit ding meenemen. Mooi. Oké, dat is dat. Dan hebben we hier een hendel. Die gaat naar een bruggetje toe. Wacht. Dan had het ook in dat die hendel de andere kant op kan, toch? Oh, dat is lelijk. Wat moet ik hier doen? Eens even kijken. Even nadenken, zelfs. Dat is nieuw. Nadenken in de game. Eng. Dat is gewoon eng. Oh nee, dat is helemaal niet eng, natuurlijk. Oh my fucking god. Waarom deed ik net zo moeilijk? Dat is een goede vraag. Dat weet ik zelf al niet meer. Spring. Dank u. Nou de hendel overhalen. Blijf jij even liggen, vriend. Laat maar. Jij moet bovenop. Ga bovenop. Zo ja. Ik weet dus niet hoe we hierboven bij die orb kunnen komen. Maar daar komen we waarschijnlijk snel genoeg achter in dit keer. Dood. Mooi. Ah, dan gaan we weer. Science Light gaan we gebruiken. Om, als het goed is, de laatste steen
te droppen, zeg maar, zodat we naar beneden kunnen. Daar hoop ik toch op. Of ga ik er vanuit, beter gezegd. Nou, game was safe, maar we doen het zelf ook maar even. Ik ben benieuwd, die lava daar is er nog steeds. Maar dat is dan wel weg. Gezellig. Rennen voor ons leven. Oeh, we waren echt net op tijd daar. Ja. Allright, we kunnen nou dus naar beneden. En dat gaan we dus ook doen. Het is alleen de vraag, waar gaan we eerst naartoe? Hallo. Ga jij maar eens dood door je eigen bolletjes. Bolletje, bolletje en de wand. Oh, for fuck's sakes. Hier naar boven. Kijk, we zijn er. Gearriveerd op onze bestemming. Game saved. We gaan nou naar rechts toe. En als het goed is, het laagste deel. En het laatste deel van deze game. Oké, we moeten al die lui verslaan. Dat is al super gezellig. Op zich niet zo heel moeilijk. Als we tenminste een beetje kunnen raken. Wat dus wel moeilijk is, blijkbaar. We gaan gewoon nog een keer opslaan, zodat we nog een keer AP hebben. Ik doe het er niet moeilijk over op zich. Allright, ten eerste hebben we nou al een lichtelijk probleem. Want daarboven is nog een dude. En die dude is best OP. Die daar uit wil springen de hele tijd. Oké, never mind. Die is bijna dood. Maar ja, wij zijn ook dood. Allright, allereerst moeten we dus... die dude nakken. Oké, dat is gebeurd. Gaan we hier ook even opslaan. Hebben we veel meer HP nog. Oké, die is dood. Nou, de rest nog. Die andere moet ik nog dood. Mooi. We hebben opgeslagen precies op het punt dat hij naar boven kwam. Maar dat maakt niet uit. Hij gaat wel hard dood. Als het aan mij ligt. Zie, hij wordt wel geraped. We moeten alleen even opslaan. Oh, wat we niet kunnen omdat het een beetje druk is. Nou wel. Want dan hebben we onze HP namelijk een beetje terug. Iets wat wel belangrijk is. HP. Mooi. Er is tot. Jawohl, is dat goed. Zo moet dat. En wat is hier beneden? Geen idee. Uh-oh. Wacht, wat is O? Er is een O en er is waarschijnlijk dus ook een andere letter nog. Oké. Oh, nee. Kut. Ik ga hier naartoe. Dank u. Ik zie niks. Ik zie echt compleet niks. Wat is dit? To listen to sign. Oké. The element of warmth is within a grasp. With the elements restored, we could undo the effects of her wrath. Oké, dan gaan we dan. Het zag er apart uit. Oh, daar is de vogel. Hallo vogel. Boze vogel. Game saved. Rekindle. Oké, rennen. Rennen voor ons leven. Lalalala, oh my god. Boze vogel, doei dooi vogel, wou ik bijna zeggen. Boze vogel.
Moet natuurlijk even wachten, af en toe. Het hoort er ook bij. Tot nu toe. Au, 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 au. Vlieg. 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 Dans. Doe iets. Ren weg. Oh, brandende bossen. Oh, hallo, boze lui. Ik ga allemaal lekker even dood. Alsjeblieft, dankjewel. Is dit wel water? You serious? Is dit echt een zoiets game? Ga maar echt weer zo hard treiteren dat ik jarenlang bezig ben om dit te halen. Dat is een ver van lief game. Dat is gewoon, dat heet pesten. Dat heet black pesten. En black pesten is niet lief. Oh. Vlieg omhoog, jongen, kut. Oké, au, au, au. Waarom worden wij af en toe verbrand? Oh ja, ik weet nog dat we hier vast moesten grijpen. Ik leer wel van mijn fouten, wou ik bijna zeggen. Maar het zijn geen fouten te noemen, maar... Kun je opslaan? Nope, unstable. Ah ja, we moeten dus wel onder water. Lijkt me. Hier hebben we even rust, trouwens. Haha, even rust. Oké, misschien niet. Boze vogel. Die vogel is wel behoorlijk agressief. Au, au, au. Wat? Geef me nog gelijk. Game, for fuck's sakes. Alsjeblieft. Zet er dan, als je zoiets wilt doen, hè, op zijn minst één fucking checkpoint in. Godverdomme. Come in, game. Maar dat eerlijk is eerlijk, en dat zijn jullie denk ik met me eens, dat is gewoon lelijk. Zoiets doen. Wat? Wauw. Je moet echt zo snel zijn dat hij anders gewoon opeens overal door kan vliegen en je alsnog kan nakken. Dat is nieuw. Als je niet opschiet, dan nakt hij je. Weer een nieuwe regel. Kom op. Ik hoor die vogel alweer. Zie, dat zeg ik. Boze vogel in aantocht. Wat? Dank u. Father game. Nee, nee, nee. Oh, wow, dat ging nog maar net. Fuck jou, kutvogel. Oké, zwem. Zwem, 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 zwem. Oh ja, wat is hier de bedoeling? Ik vermoed dat. Vlieg. We rennen dwars overal doorheen. Video. Yes. Awesome. Het is gelukt. Oh. That was intense. She left him to burn. Thought she finished my light. Ah. Maar we zijn niet dood. Want daar komt Naru. Ori, please get up. Ja, Ori. Please get up. Naru is er. Als het goed is ook. Die moet ergens zijn. Normaal gesproken. The spirit tree, so close. He's our only hope left. Spirit tree is... There's one step more to take. The forest will once live again. Okay. We vlieg. Uh-oh. Wat, hij kneep ons dood? The motherfucker. Oh. Kim, stop met mijn gevoelens te spelen. Word ik verdrietig. Oh, moeten we nog steeds lopen? We lopen met deze dude nu weer.
Oh, dat is echt een droevig einde. Love. Achievement unlocked. Godverdomme, maak op een zaterdag zitten in die game. Dat moest gezegd worden. Er kwam wit licht in beeld. Was dat niet al 2005 of zo? Volgens mij is dat fucking anders. Dat was een dramatisch einde. Van deel dan toch? Ik zal maar even stil houden. Oh, die deur is best wel groot trouwens. Ah, nou niet meer. Oh, die tekeningen daar op die steen. Oh, zo cute. What the fuck? Hebben wij dat ei? Waarom hebben wij dat ei? Ah, nee, never mind, ik snap hem al. Het punt is namelijk dat de vogel heeft nou zijn eigen leven opgeofferd in de hoop dat Naru, of wat dat lompe monstertje, of dat kleine, ja nou hij is klein vergeleken met de vogel, maar hij is lomp vergeleken met Ori. Dat ding in ieder geval voor zou zorgen. Naast Ori zelf natuurlijk. Dus dat is wel heel cool. Een zielig einde. Ik zit serieus met tranen in mijn ogen. Maar dat is een cool einde. Past erbij, de muziek past erbij. Die tekening daar is fucking awesome eigenlijk. Maar ik vond het een epische game. Een hele epische game. Eentje die je weinig ziet. Helaas. Er mogen voor mij veel meer van zulke games zijn als dit. Maar dat is mijn mening. Laat alsjeblieft in de comments achter wat jij van de serie vond. Of het je ook raakt of niet. Mij raakt het persoonlijk wel. Maar dat hebben we al vaker gehad. Dat hebben we gehad bij Metro Last Light. En bij Valiant Hearts. Beide keren had ik tranen mogen aan het einde van de game. En nu ook weer. Nou klinkt alleen niet zo huilerig. Punt dat het aan de ene kant wel een wat mindere impact had. Maar alsnog gewoon opofferingen eigenlijk. Ik weet niet. Dat ja. Raakt mij gewoon om het zo maar te noemen. Ik vond het verder qua soundtrack, gameplay, grafisch hoe het eruit ziet, echt geweldig. In elk ding. En ik zie alleen één logo wat mij niet aanstaat, dat is van Unity.
Maar blijkbaar kan er toch iets goeds komen uit de Unity Engine. Want blijkbaar draait deze game met de Unity Engine, dat wist ik ook niet. Maar dit was echt een epische ervaring. Het was geen game, het was een ervaring. In mijn mening. Laat dus alsjeblieft even in de comments achter wat jij ervan vond. Of je het net zo vond als mij. En ik hoop dat er nog meer van zulke games uitkomen dit jaar. Waar we echt gewoon van kunnen gaan genieten. En voor de rest hoop ik jullie weer te zien natuurlijk bij een nieuwe serie en een nieuwe video. Laat dus alsjeblieft.